Ik heb een hele mooie zomer achter de rug. Ik heb twee korte vakanties gehad. Daarom ben ik ook zo bruin. Ik zie mensen denken van, is dat nou Jan Smit zo bruin? Dat klopt, dat ben ik. Lekker tot rust gekomen. Veel opgenomen ook wel. Ik ben bezig met een nieuw televisieprogramma voor de Nederlandse televisie. Dat deed ik tussendoor. Maar over het algemeen ben ik heel erg uitgerust. Ik blader en zoek in een oud stoffig boek. Wat was ik toch lief en klein. Ben uit die tijd het meeste wel kwijt. Blij dat er foto's zijn. Voor mijn nieuwe programma heb ik heel veel archiefbeelden gezien natuurlijk. En in het programma komen ook heel veel beelden aan bod. Opmerkelijke fragmenten, legendarische fragmenten. Droevige momenten, eigenlijk ja, alles over het wel en wee uit 60 jaar Nederlandse televisiegeschiedenis. Daar leer je een hoop van. Ik word er een hoop wijzer van. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij, heb ze net op tijd. Ik ben benaderd om om de hoofdrol te spelen in het bombardement van Rotterdam. Een nieuwe Nederlandse speelfilm die eind 2012 in de bioscoop te zien zal zijn. Waarin ik een jongen speel die Vincent heet, Vincent de Graaf. Hij bokst, hij is chauffeur, hij is bakkersknecht. En hij wordt verliefd. Doordat ik gevraagd ben voor deze rol, moest ik ook gelijk aan de slag met een bokstrainer. Dus ik ben al sinds maanden, nu, omdat ik natuurlijk al iets langer weet dan de mensen thuis, ben ik keihard aan het trainen. Elke dag is als eenzelfde dag. De wekker luidt de morgen in. Je luistert naar de. Ja, het is heel spannend omdat ik dit nog nooit gedaan heb. En nou hou ik van nieuwe uitdagingen. Dus dit is wel iets wat bij me past. Al schijnt de zon of valt de regen. We zijn heel druk met de opnames voor een nieuw album dat 2012 uitkomt. In mijn jubileumjaar. Maar daarvoor gaan we eerst nog een best-of uitbrengen. Althans 15 jaar hits met daarop twee nieuwe tracks. Dus we maken wel, toch om dat jaar te overbruggen nog even twee nieuwe nummers. Die heb ik al, daarvan heb ik er één al ingezongen. En het is weer echt Jan Smit muziek. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. 8 oktober aanstaande mag ik weer op gaan treden in de ETIAS Arena in Hasselt. En ja, dat was vorig jaar echt een groot spektakel. Met alleen maar blije mensen, blije gezichten. Iedereen deed gezellig mee en stond op de stoelen. En dat is wel waar ik dan uiteindelijk een kick van krijg. Iedereen mag zich uitleven op 8 oktober. Ja, zeker. Jan Smit komt op zaterdag 8 oktober naar de ETIAS Arena te Hasselt. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Beleef dit unieke concert. Als de morgen is gekomen. Zijn grootste hits. Reserveer vandaag nog je ticket via sherpa.be of bel 070 34 50 50.